Ik zeg wel eens tegen Marcel van, ja, wat was Johan Cruijff geweest zonder Pieter Keizer? Cruijff, geen buitenspel. En daar komt Keizer en die komt, het is een doelpunt. En wat was Pieter Keizer geweest zonder Johan Cruijff of zonder Sjaakje Zwart? Of, weet je, het was met z'n allen, was het Ajax. Ja, nu. Die jongens hebben in die tijd Ajax ook, ja, toch groot gemaakt. Keizer buitenom, zeer goed. Prachtig ingekomen, is het doelpunt. Ja, ja. En wij wouden toch als supportersham ook daarbij stilstaan en ook ervoor zorgen dat dat nooit vergeten wordt. De man van bijna 500 wedstrijden in Ajax en 3 Europacups op rij. De man van de wereldberoemde schaar. Een linkspoot op links. Onnavolgbaar en onmisbaar in het wereldberoemde trio Zwart, Cruijff en Keizer. En hier krijgt hij zijn kans door verkeerd terugspelen. Wordt het een goal? Ja, het wordt een goal. En hij is toegekend ook. Vind je hem goed gelukt? Ik vind hem uitstekend gelukt. Je ziet er karakteristieke kop van hem, komt er duidelijk naar voren, ja. Kun je inschatten als hij dit had meegemaakt, hoe zou hij dan gereageerd hebben? Ja, mijn vader kende dat, zou hij hier niet bij zijn geweest. Hij keek meer naar morgen en naar nu in plaats van terugkijken. En hij vond ook individuele bewondering vond hij misplaatst. Dat is altijd het team gebeuren. Maar ik weet zeker dat hij in zijn hart gewoon trots zou zijn dat hij hier in het... Vooral ook omdat het door de supporters is georganiseerd en allemaal geregeld en betaald. Dat hij daar gewoon heel trots op zou zijn. Zijn voetbalkwaliteit, ook zijn karakter. Dat is echt wel iets wat ik van hem geleerd heb, ja. Deze twee directeuren van Ajax waren in de gloriejaren van Keizer nog een baby of zelfs niet geboren. Een andere generatie, maar met veel bewondering en respect naar het verleden. Zoals Sjaak Zwart zegt, ik speel op rechts en ik ben rechtsbenig. En Piet was linksbenig. En nu is het altijd, zoals ik ook was, rechtsbeen die op links speelde. Jawel, voldoende. En nu kan Overmars weg. Hij is liefde kwijt. En de hoek was aanlokkelijk. De hoek was groot. Ze zeggen linksbuiten zijn keepers, hè? Dat het een apart slag volk is. Gouden duo. Dus het zal ook wel zo zijn. Maar nee, voor Piet is dit helemaal super. Die generatie die verdient eigenlijk veel meer aandacht. Omdat ik zeg, om ook in de geschiedenis van de club, stadion, jeugdcomplex, dat die daar een prominente rol gaan krijgen. Toen de herdenkingswedstrijd van Piet Keizer was eigenlijk, toen hij overleed en toen we hem herdachten in het stadion eigenlijk met de supporter met een mooi doek. En ik mocht oplezen de erelijst eigenlijk van Piet. Zoveel wedstrijden, zoveel doelpunten, zoveel prijzen inderdaad. Ik weet zeker dat ik namens jullie allemaal spreek. Piet, we zullen je nooit vergeten. Ja, op het moment dat je dat stond te vertellen eigenlijk, voel je de grootheid. Aan de andere kant voelde je ook soort met, wat, ja, hoe is dat over 40 jaar of 30 jaar, whatever. Wanneer je zelf aan het einde komt eigenlijk, zal dat. Dus dat dacht ik heel erg aan eigenlijk. Maar zo lang hoeven zij niet te wachten. Ook Van der Sar en Overmars krijgen een beeld en worden daarmee verrast door hun eigen familie. Dat is even. Jezus. Kleine verrassing. Dank je wel. Goed gewenst. Dat wist ik nu al. En jij zei nog, ga je mee naar Amsterdam vandaag? Oh, hebben we je te pakken, joh. We gaan ze ook gelijk ophangen. Dus die deur ging open en ja, je ziet dan zo'n beeld binnenkomen eigenlijk. Dus ik keek eigenlijk naar het beeld en oké, je ziet je eigen hoofd, zie je eigenlijk daar aankomen lopen. En daarna keek ik naar achter en zag Mark zijn vrouw en zijn twee zonen lopen. En toen zag ik eigenlijk pas dat mijn dochter dat beeld vast had eigenlijk. Dus ja, ik vond het wel heel speciaal de middag eigenlijk. Je vond het beter geluk dan de muurschildering. Ja, nee, dat klopt. Maar dat heb ik al vanaf dag 1 gezegd dat het geen succes was. Maar hoe vaak had ze hem overgedaan eigenlijk? Een paar keer. Maar het initiatief is natuurlijk mooi. En wat ik zei, vooral als een serie maken hè, van meerdere mensen. Dus dan is dat ook dan is dat mooi. De beelden zijn gemaakt door deze fanatieke Ajax-fan. Nou ja, dit is voor mij eigenlijk zijn dit gewoon droomopdrachten. Ja, mooier kan ik het eigenlijk niet bedenken. En dan boetseren, kleien. En dan proberen Piet te pakken te krijgen en, wat specifiek is. En dan vaak doe je de klei weer zo en begin je weer opnieuw. Er zijn heel veel voetbalclubs en die hebben vaak maar één icoon.
En dat dragen ze hun hele leven lang, hebben ze het erover. Maar ja, Ajax heeft er tientallen. Dat zorgt voor genoeg werk voor jou dan? Ja, echt een heleboel. Van mijn part wordt het hier helemaal een mooie beeldengalerij met allemaal helden uit de voetbalgeschiedenis van Ajax. En dat is precies de bedoeling, want het supportersom komt vol te hangen. Overmars en Van der Sar hebben hun plekje alvast gekregen. Ja, dat ging wel wat werk aan vooraf om dat allemaal als een verrassing te krijgen. Een mooie en verdiende erkenning voor hun werk. 5 jaar geleden stond Edwin hier op de brug met de supporters bijvoorbeeld. En natuurlijk, hè, dat hoort er allemaal bij, hè, want het kan niet alleen maar goed blijven gaan. Hè. Het gaat ook een keer minder. En dat gaat bij ons ook gebeuren. Alleen, hè, dan is de kunst het om zo min mogelijk slechter te laten gaan. Goed, we hebben gespeeld en we werken nu al wat, hè, bijna 10 jaar denk ik, bij de club. Dus dat is een mooie erkenning. Maar inderdaad, wat gezegd werd, is het belangrijk dat er ook andere mensen naar voren gebracht worden die veel betekend hebben voor de club.